Uit onderzoek blijkt dat bij de lokale verkiezingen niet zozeer de politieke kleur doorslaggevend is, maar de mens. We stellen graag een aantal nieuwe raadsleden en een aantal wethouders aan u voor aan de hand van hun passie en aan de hand van wat hun drijft. Ik zit op de bank met Greetje Bos, onze nieuwe wethouder. Helemaal nieuw ook in de Bredaarse politiek. Wat zijn je portefeuilles precies? Ik ben wethouder van leefbaarheid, wijkveiligheid, de energietransitie, financiën, parkeerbeheer en hotelovernachtingen. Dus een hele mond vol. Ja, inderdaad een hele mond vol. We hebben ook afgesproken dat we tutoyeren. Klopt. Want dit interview gaat veel meer over wat is de mens achter de wethouder, in dit geval achter jou. Dus wat inspireert je? Er is best veel wat me inspireert. Mensen om me heen inspireren mij. Maar als ik nou elke avond ga slapen, zeg maar. Er ligt een boekje op mijn nachtkastje. Dat is dit boekje. Ja. Dingen die je alleen ziet als je er tijd voor neemt. Ja. Mooie titel. Dat is geschreven door Haimin Sunim. Dat is een Zuid-Koreaanse monnik die de titel of het feit dat hij monnik is doet vermoeden dat hij een soort van in een klooster buiten de wereld zit, maar dat is helemaal niet waar. Hij staat midden in de wereld en wat hij doet is de gedachten die hij heeft, gewoon de relativerende gedachten die hij heeft, die twittert hij. En als je een twitterende monnik. Het is een twittermonnik, ja. Maar een aantal van zijn uitspraken die zijn vertaald en die brengen ze dan zo in de loop van de tijd samen in een boekje. Nou, en dit is zo'n boekje wat is uitgebracht. En wat een hele grappige is, die vond ik ook heel toepasselijk op mijn huidige bestaan, zeg maar. Dus ja. Ik lees er even eentje voor. Ja. De gevaarlijkste mensen, dat zijn mensen met passie, maar zonder wijsheid. Dat is een hele diep, hè? Ja. En dan de volgende, die is erg van toepassing, vind ik. Als je wilt voorspellen hoe een politicus zich na het winnen van de verkiezingen gedraagt, kijk dan naar zijn huidige leven en hoe hij zich in het verleden heeft gedragen. Mensen leven niet zoals ze zeggen dat te doen. Ze leven zoals ze altijd hebben gedaan. Nou, die vind ik ook heel leuk. Ja, ja, want die laatste zou je dus kunnen interpreteren van luister niet naar alle verkiezingsbeloften, want ze gaan toch door op de oude weg. Ja, dat is de negatieve vertaling ervan. Ja. Maar als je kijkt naar wat mensen doen en gedaan hebben, dat zegt meer over ze dan wat ze zeggen. En wat het ook zegt, voor mij in ieder geval, en wat het voor mij uitdrukt, is ik ben altijd op zoek naar de echtheid in alles. En datgene wat echt is, dat vind je daarbuiten in de samenleving. Maar en dat is wel wellicht een stijlbreuk met je vorige werk, of niet? Nogal, ja. Want toen kon je niet zo naar buiten treden, denk ik. Nee, alleen in mijn formele rol als, want ik ben dus officier justitie geweest. En in die rol heb je veel meer een soort formele rol. Ja. Waarin je vooral bezig bent met het moment waarop het leed al is geschied. Waar voel je je het meest in thuis? Je bedoelt qua. Ja, dus zeg maar het formele en het verleden rechtzetten. Of juist nu met de toekomst bezig zijn? Het proberen rechtzetten van. Voor zover je dat gegeven is, natuurlijk. Hè, in een zaak die ertoe doet. Dat is heel dankbaar werk. Maar ik denk dat ik in mijn huidige rol. Vind ik dat juist ook heel prachtig dat het niet hoeft te gebeuren. Dus dat je veel eerder samen met burgers en instellingen, de bewoners van de stad, kan zorgen dat het leed gewoon niet geschiet. Nee, precies. Maar ik bedoel meer, wat voor type ben je? Ben je de type die juist terugkijkt of juist meer vooruitkijkt? Ik kijk altijd vooruit. Ja, of tenminste, ik leef nu, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar het is een heftige, de officier van justitie was al heftig, wethouder lijkt me ook flink heftig. Kom je nog toe aan je hobby's? Je had nog een passie, ja, of iets waar je heel bijzonder, een veel ja. actievere een, ja. rol? Ja, waar ik heel erg van houd is van dans. Ik ben een groot fan van het Nationaal Ballet, maar dan meer specifiek nog van de Junior Company. Dat is een soort talentengroep binnen het Nationaal Ballet. En die hebben op een gegeven moment een voorstelling gemaakt waarbij ze behalve met hun eigen klassieke
dansers, ja, hebben ze ook hiphoppers in huis gehaald. En dat leverde een werkelijk waar adembenemende voorstelling op. Die ik geloof ik 3 keer heb gezien. Maar de ballet, hè? Dus die fusion van verschillende stijlen, dat vond je interessant. De jonge mensen, de gedrevenheid, dat is wat je de met energie. Name haalt uit. Ja. Is dat iets om alleen naar te kijken of heb je het gevoel dat je dat zelf ook doet? Die gedrevenheid heb ik heel erg. Ja. Ja. Ik heb echt, ik heb innerlijke overtuigingen, zeg maar, die dragen mij met het werk wat ik doe. En als ik die innerlijke overtuiging, en dat klinkt heel groot, hè, maar dat kan natuurlijk ook gewoon klein. Ja, maar dat zijn dus ook dit soort dingen. Denkexercities voordat je gaat slapen. Ja, maar als ik die niet heb, dan kan ik niet zo goed functioneren. Dus ik moet echt gedreven zijn door dat waar ik ook echt wel in geloof. Ja. Nou, ontzettend bedankt en heel veel succes. Dankjewel. Je bent nog jong? Ja, 25 jaar. Jezus, en woont in Haagse Beemden, begreep ik. GroenLinks, politiek, was het altijd een droom? Wilde je het was altijd wel interesse, een droom wil ik het niet. Maar ik had altijd wel heel geïnteresseerd in politiek. Mijn profielwerkstuk ging ook over politiek in de gemeenteraad. Daar heb ik nog een debat georganiseerd. En daarna politicologie gaan studeren. Dus ik ben altijd wel mee bezig geweest. Politicologie, zijn daar bepaalde studierichtingen bij? Ja, de politicologie draait eigenlijk, als je het één woord wil zeggen, om macht. Wie heeft de macht? Waarom is de macht daar? Is dat geïnstitutionaliseerd? Is dat gewoon puur informeel? Is dat leiderschap? Al dat soort verschillende soorten manieren van macht vergaderen, die zijn we dan aan het onderzoeken. En hoe komt dat dan? En dan heb je inderdaad nog de 3 grote stromingen. Internationale politiek, dus dat is inderdaad waarom VN met opgericht is, waarom de Europese Unie bestaat. Ja, oké. En wat er nou in Brussel gebeurt. Maar ook alle grote oorlogen. Waarom wordt er wel ingegrepen in Libanon en niet in Syrië, bijvoorbeeld. Dat soort vraagstukken. Dan heb je nog vergelijkende politicologie. En dat is echt, hoe doen landen het? Hoe zit het staatsbestel in Nederland? Dus echt vergelijkend van die landen. Ja, en vergelijkende politologie. Politieke theorie of politieke filosofie. En dat is nadenken over hoe het goede samenleving in elkaar zit. Wat is een rechtmatige manier van verdelen? Dat soort vraagstukken. Super. Echt. Maar dan woonde je in Nijmegen en toch naar Breda terug. Ja, het blijft een mooie stad, hè? Ja. En nou, je passie. Ja. Ja, je hebt iets meegenomen. Ja. Een rugbybal. Ja, dus vertel, hoe hoog rugby, hoe bang moeten we van je zijn? Heel bang. Ik rugby niet meer, ik heb het al heel lang gedaan. Alleen weer een paar blessures heb ik helaas moeten stoppen. Maar ik ben er nog steeds heel erg aan het volgen en een hele heerlijke wedstrijd op de bank kijken vind ik fantastisch. Maar wat is er in rugby waarvan je denkt, en dat kan ik politiek ook gebruiken? Wat ik bij rugby echt het mooiste vind, is dat het en een teamsport is. Dus je bent met z'n allen ben je tegelijkertijd aan het aanvallen, aan het verdedigen. Maar tegelijkertijd ben je het ook, het is een heel harde sport, absoluut. Maar wel een hele eerlijke en faire sport. En dat, die fairheid, die respect naar elkaar, dat wil je meenemen naar de politiek? Absoluut. Ik vind zeker in de raadzaal mag het best een hele stevige discussie zijn. Dat is juist voor, om je meningen en je verschillen uit te lichten. Maar het moet wel eerlijk blijven en het moet wel puur op de inhoud zijn en niet op de man. Waar ga je de komende 4 jaar je hart voor maken? Er komt nu een nieuwe omgevingswet aan, waar we al inderdaad de dingen gaan regelen die met de omgeving te maken hebben, bestemming. Maar ook waar komen nieuwe bomen, nieuwe wijken, nieuwe huizen. En dat gaat helemaal op schop, dat systeem. En de kansen liggen daar om dat veel toegankelijker te maken voor iedereen om daar aan mee te doen. En niet inderdaad te zeggen van nee, het kan niet, maar zelf inderdaad met je buurt of zelf met je dingen ontwikkelen. Zo van op een veel makkelijker en laagdrempelige manier. En is het ook jouw natuurlijke houding van we gaan met elkaar dat doen? Ja, vind ik wel. Ik vind wel inderdaad als burgers inderdaad wel kunnen zeggen van de overheid heeft het slecht voor elkaar. Maar je kunt het zelf ook gaan regelen en dan heb je als overheid een faciliterende rol in. Ja. Ontzettend bedankt en heel ontzettend veel plezier ook. Dankjewel, dat gaat wel lukken. 4 jaar. Ja, dankjewel. Dank je. Ik zit hier in de kleine trouwzaal met Joyce de Goede van D66. Ja. Recent geïnstalleerd als raadslid in de Raad van Breda. Heeft u een bepaalde passie die u wilt delen? Ik heb al het boekje meegenomen. Ik zal het even laten zien. Ik ben namelijk pleegouder. Kijk. En mijn vriendin en ik mogen samen 2 pleegkinderen grootbrengen. En wat daar zo bijzonder aan is dat je toch kinderen die
nou, onvrijwillig niet meer bij hun ouders wonen. Ja, en toch vaak met een rugzak bij jou in huis komen. Ja, dat je ze toch in ieder geval iets mee kunt geven, waardoor er wat stabiliteit in hun leven komt, waardoor ze toch weer ja, beter in hun vel komen te zitten, hopelijk. En ook weer ja, goede kansen maken om ook later gewoon een stabiel en een goed leven op te bouwen. Nou ja, dit boek is geschreven door Karel Pieta, dat is ook een kennis van ons en ook een pleegouder. Hoe heet je hond? Gentle. Gentle? Gentle, ja. Zo. Heel belangrijk. Ja? Ja, heel belangrijk voor de kinderen. Ja, die is altijd blij als je komt, ongeacht wat er allemaal mis is gegaan. Of als je iets verprutst hebt of wat dan ook. Hond is altijd blij. Dus, ja, hier heeft hij dus eigenlijk allemaal pleegouders in Breda en in West-Brabant heeft hij geïnterviewd. Van nou ja, wat je zoal meemaakt en wat je, nou ja, en waar je tegenaan loopt en wat wel goed gaat en niet goed gaat. Leuk. Ja. Dat is wel heel uitdagend ook, denk ik. Dat is zeker uitdagend. Je krijgt een kind in huis natuurlijk en dat kind die heeft een bepaalde bagage, dat bedenkt iedereen wel. Maar wat veel mensen niet weten is dat je er ook een heel systeem omheen krijgt. En natuurlijk de biologische ouders, ja. Hè, waar je natuurlijk ook mee omgaat en waar je moet proberen mee samen te werken. Dus ja, je krijgt, zeg maar, dus naast dat je een kind in huis neemt, krijg je ook nog een heel systeem van mensen die ook van alles van jou en van je opvoeding vinden. Wordt dat ook niet lastig dan? Want je gaat beslissen over een systeem of over middelen of over zorg die... Nou goed, weet je, ik denk dat het wel, weet je, pleegouders zijn eigenlijk de beste optie voor een kind dat niet meer thuis kan wonen. Ja. Mochten we het erover hebben dat ik niet aan het woord ben, maar dat er juist andere pleegouders ook aan het woord komen die ook prima hun verhaal kunnen doen en die prima kunnen verwoorden wat zij belangrijk vinden. Wat kunnen we van u verwachten in de komende 4 jaar? Waar gaat u zich hard voor maken? Nou ja, ik ga mij sowieso hard maken voor de jeugdzorg natuurlijk. Ja, het gaat ook een heel groot deel voor mij om preventie. Hè? Om te zorgen dat waar het goed mee gaat, dat ook goed blijft. Hè? Goed onderwijs, leefomgeving, noem het allemaal maar op. Ja. Dat je dat ook blijft volhouden en dat je dat ook in het vizier blijft houden en dat niet vanzelfsprekend vindt. En ja, goed, en als ik dan nog nadenk, ik vind ook, wat ik ook heel belangrijk vind, is het onderwijs natuurlijk. Ik ben van D66. En ja, ik zou gewoon graag willen zien dat het mbo natuurlijk telt volwaardig mee, maar het wordt niet altijd zo ervaren. En dat zou ik wel heel belangrijk vinden, dat daar een goede aansluiting komt tussen mbo, vaklui en het bedrijfsleven wat ze gewoon keihard, wat die mensen gewoon keihard nodig heeft. En als je het dan over kwetsbare jongeren hebt, dan ja, daar gaat het dan ook mee, want juist die kwetsbare jongeren die vallen uit. Dus wat kun je eraan doen dat ook deze jongeren uiteindelijk, ja, in ieder geval een diploma halen en gewoon goed aan het werk kunnen gaan. Dat is ook echt wel, daar wil ik ook echt wel aan werken. Ja, absoluut. Interessant, ik proef heel veel energie. Ja, de zin denk ik wel om lekker aan de slag te gaan. Ja. Heeft u nog een boodschap voor de kijkers thuis die u mogelijk nog niet kennen? Ja, het hoeft geen politieke boodschap te zijn. Nee. Nou, wat ik eigenlijk, ja, misschien is het ook wel een open deur om, maar het is ook wel iets wat, waar ik voor sta en waar ik als persoon voor sta. En wat ik ook aan onze pleegkinderen graag meegeef is van, nare dingen overkomen je in het leven, maar je hebt wel een keuze hoe je ermee omgaat. Dus natuurlijk mag je verdrietig zijn en er gebeuren hele nare dingen, maar je kan ook... He, je kan ook je hoeft niet erin te blijven hangen. Je kan ook kijken van wat zijn wel de mogelijkheden. Wat kan ik wel? Nou, graag gedaan.